Gedurende hoogseizoenen en nationale feestdagen zullen gasten verwelkomd worden met Surinaams muziek op onze internationale luchthaven. Het doel van deze actie is de gasten meteen het Surinaams gevoel te geven bij aankomst. In de maand december 2018 start het bij de KLM en SLM Amsterdam Arrivals, waarbij iedere dag van de week opgetreden zal worden. De reizigers waren over het algemeen blij en verrast, terwijl de afhalers entertained waren op de tonen van de inheemse groep Maraisa en de brassband The Melody Makers. Nergens in de wereld worden toeristen zo naar binnen gehaald. Dus mijn complimenten aan de organisatie die dit alles heeft gedaan. Ik zou zeggen, het is een te mooie stap om hiermee te beginnen. Laten we zo doorgaan ermee. En natuurlijk, alle topbedrijven in dit land laten ze ook hun bijdrage leveren. Om dit wat de organisatie nu heeft neergezet, natuurlijk een boost te geven en verder door te gaan. Het geeft de mensen die in elk geval komen, vooral de toeristen, zeg maar een heerlijk gevoel. Voor mij die hier blijft, ik vind het al heel leuk, voor mijzelf natuurlijk. Nou, dit is echt Surinaams, hè. En ja, kijk, dit ken ik. Weet je wel, het hoort bij Suriname. Ik vind het optreden echt leuk op de airport, dat moeten ze vaker doen. Ik vind het wel leuk. We dachten eerst, dan komt er een belangrijke inheemse persoon naar Suriname, maar... Het blijkt voor ons te zijn en alle anderen die vandaag hier zijn. Leuk. Dit vind ik echt bijzonder. Zo welkom voor onze Hollanders. Dat vind ik echt geweldig. Vooral van mijn dochter natuurlijk, die uit Nederland komt. Ja. It's one of the most wonderful, I say, beautiful country in South America. Yeah, I'm born in Guyana, but here is exceptional. Je hebt wel gelijk een beetje de experience, toch? Ja, ja, ja. Ja, tot zover. Hartstikke leuk. Ja, ja wel heel hartelijk welkom. Dat mensen wel gelijk een soort van positief beeld geeft van Suriname. Dat ze wel zich welkom voelen ook. Suriname. Je denkt direct aan Suriname? Ja. En direct een warm gevoel? Jawel. Vind je dat het wat vaker moet doen? Helemaal. Het leuke is dat dat brengt natuurlijk weer het traditionele Surinaams gevoel. Dat je in een warm welkom land komt. Dus ja, ik denk dat het een heel leuk idee is. Met dit soort feestperiodes. En dat je de mensen al in een feeststemming brengt, denk dat het heel goed is. Goede promotie voor Suriname. Nou, het is leuk. Je voelt je altijd welkom. Als iedereen zoveel moeite doet. En ja, je komt na lange tijd weer naar Suriname of je komt voor het eerst naar Suriname. Dat is altijd leuk om zoiets mee te maken. Ja. Hartstikke leuk. Ik zou het elke dag doen. Elke dag. Elke dag. Warm, gezellig. Ik denk dat het voor de bezoekers, de aankomende mensen, hartstikke leuk is. Hoe moet ik zeggen? Dit is een daverend welkom, mag ik zeggen. Dit mag altijd zijn. Nee, maar ik dacht dat het een feest is, weet je.
Maar als je in Suriname komt, vind ik dat het zo'n welkom ook welkom is. Ja. Suriname, thank tourism. Dit is super. Prachtig, dit is Suriname toch? Ja. Dus het straat Suriname uit, straat iets moois uit. Warm welkom. Okay. Suriname, praxeri toerisme. Allemaal artiesten, we zijn van Jonkosje. Oh, ja, dat is ja. Heel speciaal ook nog van Jonkosje. Ja. Hij is de drummer en ik ben de scratchy man van Jonkosje. Dus het is wel leuk om te horen. Weet je, dan voel je je echt speciaal nu. Dan, nou je het zegt. Ja. Van oké, het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Dan is het wel leuk. Suriname, denk toerisme. Wat een dame, welkom in Suriname. Dank je. Dank je. Ik dacht, ik ben nog nooit zo aangenaam verrast geworden. Dat is ik wel. Ik ben blij. Ja, blij ja. Okay. Zeker. Ik heb ook een beetje gedaan. Dat het wel plezierig overkomt, ja. Dat is wel leuk. Anders is het zo doods. Helemaal. Ja, dus ik zeg dit. Ja, hartstikke mooi. Geweldig. Mooie welkom hadden we niet kunnen bedanken. Dank jullie wel. Voor ons? Ja, dat is wel. Geweldig. Je voelt je direct thuis. Okay, ja. Dankjewel. Goed gedaan. Ja, dank je. Hoe voelde je toen je aankwam? Toen je dit hoorde, toen je muziek hoorde? Ja, alsof ik in Suriname was. Het is echt heel Surinaams. Ja, heel Surinaams. En ik kwam van binnen al vroeg me af van oké, wat is aan de hand eigenlijk? Ja. Wat is gaande buiten? Is een celebrity of zo? Ik had gedacht, ja. Ik dacht misschien van een band. Ja, dat is voor hem. Ja, iedereen weet dat we zulke dingen moeten herhalen. Natuurlijk. Heel mooi. Helemaal.